Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik deze twee rijtuigen laten zien van Roco. Dit zijn ze, allebei. Eén eerste en tweede klas gemengd. En één alleen maar tweede klas. Van de Deutsche Bahn. En het is eigenlijk in hele mooie staat, weer goede staat. Eens even zien. Dit zijn ze. En eigenlijk is niks helemaal echt topstaat zijn ze. Ik heb echt helemaal niks kunnen vinden wat er ook maar een heel klein beetje. Ik heb geen krasje kunnen vinden, om maar zo te zeggen. Ik heb er ook al eventjes mee gereden. Of eventjes achter de trein gezet. Test dat even uit. Nou, ze rijden prima. Ze rijden heel goed. Ook de scherpe bochten. Eigenlijk hele mooie rijtuigen. Ik zal ze even op het spoor gaan zetten. En dan ga ik er eventjes een rondje mee rijden. Deze rijdt trouwens geloof ik vooral voor de regionale treinen. Ik heb ook een beetje gekeken voor een stuurstand, of ik een stuurstand kan vinden hiervan. Maar ben ik even daar op zoek. Ik ga binnenkort ook trouwens, want ik heb al een klein vitrine, of nou ja, vitrine is het niet, een soort van ding waar de treinen op kunnen. Zodat ik ze mooi neer kan stallen. Dus ik ben ook een beetje aan het kijken, want het is natuurlijk een grote puinhoop op de tafel, zo te zien. Alles staat door elkaar heen. Ik wil graag een tafel, maar dan met een houten installatie, dat alle treinen mooi met de rijtuigen, dat ik zo mooi kan neerzetten. Maar dat komt nog in de toekomst. Ik zal ze even op spoor zetten, de rijtuigen, en dan ga ik een stukje rijden en filmen. We zijn aan het spoor. Ik heb eventjes een locomotief van de ÖBB neergezet voor de afwisseling. De andere, mijn BR182, is even aan het drogen, want ik had even iets gelijmd. Maar ik zal eventjes een rondje rijden met deze. De rijtuigen rollen ook heel erg soepel, vind ik ook wel mooi. Ik ben zo gezegd nog een beetje aan het kijken voor andere of voor extra rijtuigen van dit type. Maar dat komt nog in de toekomst. Voor nu dan bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik jullie de volgende keer. Doei doei!